Vandaag hebben we een ritje vanaf Oud-Gastel naar Waddinxveen. Net eventjes geladen. En nu dus net vertrokken. Richting Waddinxveen. We moeten eerst even naar de snelweg rijden. Naar de A17. Dan zo langs de Moerdijk. Richting Dordrecht. A16. Door de Drechttunnel. Van Brienoordbrug. A20. Zo naar Waddinxveen te rijden. Het is prachtig weer. Het is nu al 13 graden. Het is nog maar 5 over half 11. En dat voor deze tijd van het jaar. 26 februari volgens mij vandaag. Ja. 5 minuten over half 11. Gaat het straks tegenvallen als het dadelijk weer gaat vriezen of gaat sneeuwen of iets? Dat kan zomaar, hè? Het is echt uitzonderlijk mooi weer voor de tijd van het jaar. Er worden records gevestigd. Gisteren was het ook al zo lekker weer. Het was nog nooit zo warm geweest in februari op die dag. En ik denk dat we dat vandaag weer gaan meemaken. Want we zouden zomaar wel eens de 20 graden kunnen aantikken. Middag. Het heeft vannacht wel gevroren. Ik moest mijn autoruiten krabben vanmorgen. Niet van de vrachtwagen hoor, want dat doe ik bijna nooit. Maar van mijn eigen auto wel. Van mijn busje. Dus er zit gewoon overdag en s'nachts gewoon 20 graden verschil tussen. Zeker 20 graden verschil. Ja, dat is wel veel. Maar dat komt omdat het winter is, hè. Nou, gaan we hier linksaf. De A17 op. Richting Rotje Knor. Dus kijk wat een mooie blauwe lucht. Het is echt, lijkt wel voorjaar. Dat is het nog niet. Voorjaar, maar nog geen lente. Het is lekker rustig op de weg. Bij ons in de regio, dat betekent dat het niet zoveel verkeer is. Dat heb ik in andere video's ook al verteld. Maar goed, misschien kijk je alleen maar deze en dan denk je van, hé, waarom is het zo stil op de weg? Nou ja, val maar. Leuk dat je meerijdt trouwens en meekijkt. Hartelijk welkom. Ben op dit kanaal, druk even op abonneren en op het belletje ook daarnaast, dan hoef je niks te missen van elke video die er komt. Dat is sowieso makkelijk. En er komt ook zo nu en dan nog eens een vlog bij met onder andere dubieuze dingen onderweg.
ben ik ook wel hard voor het sparen. Probeer ik er eentje van in de week te uploaden. Er staat er al eentje online, dubieuze dingen onderweg. Een andere vlog ook, een paar andere vlogs. Wat is dan dubieuze dingen onderweg? Nou, gewoon. Zoals het Cindy al zegt, hè, dingen die je tegenkomt onderweg die dubieus zijn. Het gaat eigenlijk vooral om acties in het verkeer. Maar het kunnen ook andere zaken zijn die langs de kant van de weg staan of weet ik het. Die toevallig in het zicht van de camera komen. Je maakt per rit eigenlijk altijd wel iets mee gemiddeld wat dubieus is. Soms ook niet, hè, maar dan heb je de andere rit misschien wel drie dingen. Aan de linkerkant passeren we zo meteen industriegebied Moerdijk. Een redelijk groot industriegebied met zware industrie daarop, zoals petrochemische industrie,
maar ook veel opslagbedrijven en afvalverwerking, weet ik het, alles zit er wel. Dan kom ik ook regelmatig op dat terrein. Steeds langs industriegebied Moerdijk. Ik ken eigenlijk hoe lang dat is, hoe groot het is. Kilometers lang. Zeg maar aan de linkerkant zo'n beetje industriegebied Moerdijk. Ik kan wel links nog de laatste gebouwen zien, maar dat is het einde. Dat is een aardig stukje. Toch eventjes een paar minuutjes aan het voorbij rijden, zeg maar.
zand laten zien. Dat hebben ze erop gestort, het zand, uitgevlakt. En dat zou mij niks verbazen als dat ze dat even laten zakken. In laten zakken. Zo die grond bouwrijp te maken. En ik ben bang dat daar ook binnenkort weer flink op gebouwd gaat worden. Ik ben alleen wel benieuwd wat daar gaat komen. Of daar industrie gaat komen of woningen. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb nog geen borden zien staan daar. Of misschien wel allebei, maar dat druk echt op. Dat wat gaat gebeuren, dat is wel duidelijk. En hier gaan we vanaf de A17. A16 bij de Moerdijkbrug. Je ziet aan de zijkant van die Moerdijkbrug zie je een soort, ja, wat is het? Een soort beeld of monument, iets achter iets ding staan. Ik wist eigenlijk nooit wat dat was, maar ik heb het pas laten vertellen dat dat oude brugdelen zijn van de vorige Moerdijkbrug die hier lag. Daar hebben ze een aantal van die delen hebben ze bewaard en hebben ze dat monument van gemaakt. Daar zit je vlak naast. Een aardig uitgestrekt gebied. Natuurgebied. Met moeras.
wegenpunt heen. Nou, voor je geval je niet weet wat dat is. Je kunt een vrachtwagen bij staan en een zogenaamde as, dus hier wordt de asdruk gemeten. En als je dan te zwaar bent, ja, en een mooie foto van thuis. Dat is een dikke vette bekeuring. Dat is een zogenaamde wegenlus. Mag het niet te zwaar zijn als vrachtwagenchauffeur zijn, of als vrachtwagenchauffeur zijn, dan kan je wel te zwaar zijn natuurlijk, maar je nee, combinatie niet. En dat wordt dus gemeten door de asdrukken. Dan krijg je zo'n totaal plaatje. En als je dat controleren, dat doe ik niet altijd, maar dan zou het zo kunnen zijn dat je dus daar een vette pret voor krijgt. Als ze live staan te controleren, dan halen ze je van de weg af en dan moet je maar gaan zorgen dat het voor elkaar komt. Dan mag je een bepaald percentage overbelading hebben, niet heel veel. De rechterdoel is dicht, zie je. Oké, dat is leuk. Dan kun je de entry. Knapper. We gaan dus een stukje omrijden. Onverwacht stukje omrijden. Ik had op de heenweg hierheen al een aardige file zien staan voor de Drechttunnel. En daar zal wel wat gebeurd zijn. Maar als ze allebei de tunnel blijven afsluiten, dat maakt het niet zo heel veel mee. Ergens heb ik het vermoeden dat hij gewoon open is, want ik zie iedereen gewoon vrolijk doorstiefelen, maar hij stond er echt op dat bord dat hij dicht is. Zo komen we er ook een klein stukje om. Even over die N3 heen. Dat is een verbindingsweg tussen de A15 en de A16, dus we gaan nu richting de A15. Dan gaan we via de A15 zo meteen verder. Het is een verschrikkelijke hobbelweg. Ik weet niet of het op camera ook zo werkt, maar het is wel een aardig hobbelweg.
je bent wel een beetje in de gaten. Dat gaat aardig op en neer hier. Redelijk slechte weg. Er komt ook veel vrachtverkeer overheen. Want, de weg meestal niet te goed. Hè. Voor me rijdt de dekker van Riet. Daar zal Riet erg blij mee zijn. Nog steeds al voor, ik zou alles wel zo hard doorrijden. Maar ja, gaat het risico niet nemen voor hetzelfde geld, is die echt afgesloten. Dan sta je ervoor en dan was je gewaarschuwd. En dan sta je opeens een half uur of een uur te wachten. Dan rijd ik niet een stukje om. Dekker van Riet voor mijn neus vandaan. Weer een beetje ander uitzicht. Rechtsaf de A15 opgaat, ga je richting Gorinchem. Maar gaat natuurlijk linksaf richting Rotterdam.
bijzondere dag vandaag, want ik heb geen idee wat ik hierna achteraan krijg na deze rit. Vandaar dat ik niet zoveel haast heb. Ik heb eigenlijk nooit haast. Haast en spoed is zelden goed. En dan ga ik ze even bellen met de opdrachtgever. En dan eens even horen wat die weet. Ik denk dat er nog wel een ritje Amsterdam in zit vandaag. Maar er zit misschien ook nog wel wat tussendoor. Dan heb ik geen idee, ik heb er niet zo over gehoord. Niet dat het voor deze video spannend is, want deze sluit ik toch weer af als we in Langsveen aankomen. Verkeerd, dan moet je toch onder het water door, om overheen. We moeten ook van aan de andere kant zien te komen. Dus ja, dan krijgen we nu de Noordtunnel in plaats van de Drechttunnel. Ja, dan zit je eigenlijk alweer vrij snel bij HI Ambacht. Ja, wat zou je omrijden en zo te rijden? Ik weet het eerlijk gezegd niet precies. Kilometertje 6, 7. Alles ligt niet zo heel ver uit elkaar. Nou, linksom rijdt of rechtsom, scheelt allemaal niet zo heel veel. Een relatief kleine afstand. Zou je hier een watertje pakken, anders begin je een beetje dorst te krijgen. De A16 weer op de andere kant op richting Dordrecht. Ja, als je toevallig die tunnel is afgesloten. En je wil dan toch eventjes. Verdomme. Een eindig voorbij hier, wat een ezel, jongen. Ik kom hier naar links.
kop hoor, hij. Domme. Die gasten snap ik echt helemaal niks. Wat een stom volk, joh. Dus die auto van Vos aan de rechterkant. Kijk of die in beeld komt zo. Vos Logistics. Nou, die hebben tegenwoordig aan de Polen in dienst. En niks mis met die mensen hoor, op zich. Alleen de klaschauffeur zijn de... wat het vaak te wensen over. Qua kwaliteit van rijden. Ze wilden ook een korte stukje nog even links voorbij en ik moest nog naar links. Dus ja. Ja, joh. We zitten inmiddels op de A16. Want we zijn natuurlijk dan naar links gegaan. Baan omgegaan. Dat doe ik bewust, anders ga ik namelijk over de parallelbaan langs Capelle aan de IJssel. Maar daar wil ik niet overheen, want ja, mocht daar een file staan, waar dan ook, dan hebben wij natuurlijk hier op deze baan de vrachtwagenbaan. Dan gaan we vaak langs de file heen, er staat nu niks hoor, maar ik pak het eigenlijk toch standaard wel. Ik heb zelf aangeleerd. Maar te pakken. Ik wil even erg ernstig opletten als ik in mijn eigen busje rijd, dat ik ook niet mogelijk die baan pak. Want dan heb je wel een probleem. En dan krijg je wel een pret thuis. Dat mag namelijk niet. Prachtig in het zonnetje.
gisteren ook al overheen gekomen. Toen we vanuit Numansdorp vandaan kwamen rijden. Dat staat ook online, nog even checken. Volgens mij is dat videootje 23. Uit mijn hoofd. Open gereden en dan ook nog even je raampje mee open gehad, en dat had ik beter even niet kunnen doen. Dan zit je op de tocht, dan heb je het zo te pakken. Zeker deze tijd van het jaar. Maar altijd griep aan de orde is. Vanuit Numansdorp ook over de Drie Noord, toen gingen we richting Berk aan de Rode Reis. Nu gaan we hier bij het Terbrechtseplein naar rechts. Richting Gouda en Utrecht. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan RB7 huis af om eventjes binnendoor richting Van Sveen te rijden, wat ik eigenlijk wel een leukere route vind. Of ik kan een A20 blijven volgen en dan afslag Van Sveen pakken. Op die nieuwe verbindingsweg en zo Doelwijk oprijden in het Doelwijk toe. Nou, dat nog wel lekker op omrijden met die N-weg en zo. Ik denk dat ik dan ook maar niet binnen doorweg ga pakken. Dus via Nieuwekerk aan de IJssel en Zevenhuizen. Ja, je komt niet door de dorpskern heen, maar je gaat er. Buitengebieden. Zin in vakantie als je dit weer zo ziet. Een koffertje pakken, Schiphol rijden, lekker naar een resortje toe, een lekker zwembadje gaan liggen, cocktailtje in je hand, bezette tijden lekker gaan eten, de dronken worden s'avonds, dat je dronken je nest in, uitslapen en dan heel de week lang. Oh, lekker. Nu gaan wij dus de A16 verlaten. De A16 die mondt uit in de A20 aan weerskant.
bij wat nu de Coenecoopbrug is. Ja, was toen een stuk minder snelweg. Je ziet wat er allemaal is bijgekomen de laatste 30 jaar. En heeft het wegennet toch wel een heel stuk verbeterd. Moest ook wel, want het is natuurlijk verschrikkelijk druk geworden op de weg. Anders is het niet meer gegaan. En daar heb je altijd voor- en tegenstanders in, en dat begrijp ik ook. Tegenstand begrijp ik ook, want er gaan altijd een stuk natuur verloren, of ja, door een woonwijk heen, of door een landschap heen, of weet ik het. Ja, we hebben er wel gemak van met z'n allen. Kost ook een patiënt. Dan heb je ook wat. Ik heb het al eerder gezegd, het Nederlandse netwerk van snelwegen en N-wegen behoort toch wel tot een van de betere van Europa. Links Zevenkamp en Nesselanden rijden we voorbij en rechts van Nieuwekerk aan de IJssel. Zevenkamp en Nesselanden horen bij Rotterdam. Nieuwekerk aan de IJssel hoort bij gemeente Zuidplas. Zevenhuizen ook bij en Moordrecht voor Kapellen en Oud-Verlaat. Was er iemand die ik sprak die dacht dat Kapellen aan de IJssel ook bij Rotterdam hoorde, maar dat is een misvatting. Kapellen aan de IJssel is op zichzelf staande gemeente. Redelijk groot. Met die informatie, dat weet ik veel. Ik kwam ineens in me op, ik denk, nou ja, vertel het maar. Nou, rechtdoor kan ik dus rijden om van de afslag van een Sveen te pakken, om zo snel mogelijk op plaats van bestemming te komen. We waren toch wel lekker aan het omrijden, dus we maken de route wat uitgebreider. Niet veel uitgebreider, het scheelt niet heel veel. Maar we gaan even over Nieuwekerk aan de IJssel en Zevenhuizen. Tenminste, die afslag pakken we dan. Alleen maar snelweg rijden is zo saai. Ik heb nog geen idee wat ik er achteraan krijg. Waarschijnlijk is er geen paniek, want ik ben nog steeds niet gebeld. Dus dan wachten we het maar af. Of zo.
A20 heen. Dit is Nieuwekerk-Slotgebied. Dan gaan we zo richting Zevenhuizen. Ja hoor, makkelijk. Maar het idee van vrachtwagen rijden is om zoveel mogelijk door te rollen en zo min mogelijk te stoppen. Want als je moet stoppen, dan moet je weer optrekken. En optrekken kost veel brandstof. Zeker als je geladen bent. Linksaf ga je naar Nesselanden. Nesselanden is een redelijk nieuwe wijk. Het is eigenlijk gebouwd op wat voorheen Zevenhuizens grondgebied was. Dat was trouwens Zevenkamp ook. Dat was vroeger ook Zevenhuizens grondgebied. Allemaal verkocht aan Rotterdam. Het is opgebouwd op opgespoten zand wat weer uit de Zevenhuizenplas is gehaald. Daar is Zevenkamp ook weer opgespoten. En ze hebben ook zand daaruit gebruikt om Nesselanden te voorzien van zand. De Zevenhuizenplas is op sommige stukken wel 40 meter diep. Dat is best een eind. Zevenkamp en Nesselanden horen allebei bij Rotterdam inmiddels. Dus Rotterdam grenst nu letterlijk aan Zevenhuizen. Dat deed het al bij Oud-Verlaat. Oud-Verlaat is altijd gemeente Zevenhuizen geweest. Hoort dus nu ook bij de gemeente Zuidplas. Maar Rotterdam die grenst nu echt aan de gemeente Zevenhuizen. Heel wat grond ingeleverd. Ook mensen die eerst in Zevenhuizen woonden en plotseling ineens in Rotterdam. Kregen natuurlijk met de Rotterdamse regelgeving te maken. Dat is dan toch wel even omschakelen als je het dorpse gewend bent en dan opeens een stadse regelgeving krijgt. Ja, waar merk je dat in? Ja, afvalbeleid en dat soort zaken. Nou, rond de drie kwart zouden we nemen, gaan we naar de dorpskern van Zevenhuizen. Dat gaan we dus niet doen. Recht voor je zie je een nieuwe wijk. Koningskwartier. Dat is ook wel heel bijzonder. Daar hebben ze ook bejaardenwoningen ingemaakt. Aanleunwoningen. Nee, aanleun. Nee, echt wel een beetje bejaarde maisonnettes. En één nadeel. Er komen geen winkels in die wijk. Als bejaarden zijn altijd al heel erg te lopen, fietsen, met de auto, met een busje om te gaan winkelen. Er gaan er niet zoveel bejaarden wonen, dus we hebben maar besloten om daar jongeren in te stoppen. De starterswoning, nou, dat is eigenlijk geen verkeerd idee, want daar kwamen ze toch wel een zootje van tekort. Wat een aardige wijk af worden hoor. Best groot. Ze gaan er wel een school neerzetten, een basisschool.
maar er komen geen intro's. Best bijzonder. Er ligt toch een eentje van de dorpskern af. Een kilometertje of twee, denk ik zomaar. Dan eventjes naar de Jumbo wil lopen of boodschapjes te halen. Dan ben je gewoon anderhalf uur weg. Een uurtje lopen en dan heb je een half uurtje niet. Over de A12 heen. Je zal te worden staan. Waddinxveen moet ik bellen. Over de A12 heen naar rechts gaan we naar Waddinxveen. En links zijn de Moerkapelle gaan. Wat toch weer een Zevenhuizen grenst. Waddinxveen grenst eigenlijk ook aan Zevenhuizen. We rijden dan nu op de Zevenhuizen slotgebied. Je ziet ook een industriegebiedje. Dat is ineens even uit de grond gestampt. De Lidl die zit daar onder andere. Allemaal warehouses aan het bouwen daar. Ja, er komt steeds meer bedrijvigheid bij. Wel goed voor de werkgelegenheid overigens. En zo rijden we weer onder de A12 door. De linkerkant van de weg is Waddinxveen, de rechterkant van de weg is Zevenhuizen. Heel grappig. Wie is nou die weg? En hier gaan wij industriegebied Doelwijk op. En daar ga ik weer afscheid van jullie nemen. Of van je nemen. Ik zou zeggen bedankt voor het meerijden. En voor het kijken. Graag tot de volgende video. Ik zeg toedeladokie.